iedereen. Vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En zoals velen hebben wij ook wel vaak last van onzuiverheden. Vooral ik heb nog wel heel erg last hieronder. En wilden jullie laten weten in deze video wat wij daaraan doen en welke producten we daarvoor gebruiken. Nou, Larissa en ik hebben allebei een hele andere huid. Ik heb meer normale tot vette huid en Larissa heeft echt een droge tot vette huid, dus meer gemengd. We hebben dus wel allebei andere producten in gebruik, maar wel van hetzelfde merk, namelijk van Bioré. Een half jaar geleden alweer hebben we kennis gemaakt met dit merk. Het komt oorspronkelijk uit Amerika en sinds een half jaar is het ook gewoon te koop in Nederland, wat super fijn is. Dus destijds zijn we naar een event geweest, hebben we producten gekregen en die hebben we gewoon de afgelopen half jaar gebruikt. En daar zijn we heel erg tevreden over. Dus in deze video willen we jullie wat meer laten weten over de producten in deze lijnen en wat ze voor onze huid doen. Nou, voor mijn huid, en dat is een normale tot vette huid, hebben ze de Houseskull lijn uitgebracht. En je kunt al zien, hij is echt bijna op, want ik gebruik hem dagelijks. En Houseskull, dat onttrekt vuil uit je poriën. Dat ziet er best wel grappig uit, want het is dus zwart, de gel. En wat ik doe is, ik maak mijn gezicht en mijn handen eerst eventjes nat met wat water. En daarna pomp ik gewoon een klein beetje van de washing gel op mijn handen en dan ga ik het lekker opschuimen. Daarna schuim ik het nog iets verder op in mijn gezicht en laat ik het heel even zitten. Daarna spoel ik het af met ruim water en daarna dep ik mijn gezicht gewoon droog. Het voelt echt super lekker fris aan, want mijn huid tintelt een klein beetje. En vooral in de ochtend vind ik dat echt super lekker om mee wakker te worden. Nou, ik heb ook een wash gel, maar mijn ziet er net iets anders uit. Voor mijn huid, dat is dus de droge tot vette gecombineerde huid, heb je de lijn met de zuiveringssoda. En deze is ook voor dagelijks gebruik. Eigenlijk doe ik net hetzelfde als bij Tara. Ik maak gewoon even mijn gezicht nat en ik doe een klein pompje van deze face wash in mijn handpalm. En het breng ik gewoon met ronddraaiende bewegingen aan op mijn gezicht. Je voelt echt de baking soda in deze scrub zitten, maar het is wel echt heel klein en inimini, waardoor je huid wel heel erg mild scrubt. Hierna spoel ik mijn gezicht nog eventjes goed af en deze dep ik daarna gewoon droog met een handdoek. En het verschil tussen onze face gels is dat er dus bij mij een hele milde en lichte scrub in zit en bij Tara niet. Maar in de Houseskull lijn zit ook nog een scrub, daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het altijd heel erg lekker om mijn gezicht te scrubben, voelt het altijd extra schoon aan. Nou, dit is de poriverkleinende scrub met Houseskull en deze mag je 2 tot 3 keer in de week gebruiken. En ik gebruik hem op precies dezelfde manier. Ik maak eerst eventjes mijn gezicht nat met wat water, ook mijn handen. En dan breng ik gewoon een pompje van de scrub aan in mijn hand. Ook deze laat ik weer even opschuimen in mijn handen. Daarna schuim ik het op in mijn gezicht. Ik focus nu eigenlijk voornamelijk op mijn probleemgebieden. Dus dat zijn mijn kaak en de zijkant van mijn slaap. En een beetje mijn voorhoofd en mijn neus. En daarna spoel ik het gewoon af. De microkristallen in deze scrub zijn best wel mild, dus je voelt wel dat het scrubt, maar het is niet te heftig. Dus het is ook wel fijn omdat mijn huid een beetje gevoelig is, kan er daar heel erg goed tegen. En het grappige is dat die scrub dus ook weer echt pikzwart is van kleur. Nou, in mijn zuiveringssoda lijn zit ook een scrub en deze scrub is echt eventjes heel wat anders. Ik moet even zeggen dat dit meteen mijn favoriete product is uit de hele lijn. Het is namelijk een heel grappig soort flesje, potje, ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hem mag noemen. Met een zoutvaatje eigenlijk. Ja, zoutvaatje. En wat erin zit is gewoon ook echt een los poeder. Nou, wat je doet is je gezicht eerst nat maken en daarna pak je een beetje van het poeder dat hierin zit. In het kommetje van je hand breng je gewoon een klein beetje aan en doe je een paar druppeltjes water bij. En dat zorgt ervoor dat het echt een soort van pasta wordt. En dat is heel handig, want dan kan je heel makkelijk gewoon aanbrengen op de plekken van je gezicht die je graag wil gaan scrubben. Dus ik gebruik meestal gewoon een beetje op mijn kin, op mijn neus en op mijn voorhoofd. Nou, je huid voelt hierna echt super glad en zacht aan. En wat ook heel erg fijn is, is dat je huid ook nou heel erg lekker verfrissend aanvoelt, waardoor je echt hier goed mee wakker kunt worden. En als ik daarmee klaar ben, dan spoel ik mijn gezicht gewoon goed af en deze dep ik daarna droog. Wat trouwens ook nog een plus is aan deze scrub, is dat hij heel erg zuinig in gebruik is. Zoals we al zeiden, hebben we deze producten dus al een half jaar in gebruik en ik denk, ja, dat kunnen jullie volgens mij niet zien, maar ongeveer 1/5 uit het potje is eruit in een half jaar. Dus dat is wel heel erg goed. Nou, naast het wassen van ons gezicht gebruiken we ook nog wel eens van die neusstrips om dus echt in mee-eters te verwijderen. Ik doe het niet al te vaak, misschien 1 keer in de 2 weken ongeveer. Mm-hmm. Of nog iets minder zelfs, maar dat is dan wel echt eventjes soms nodig om dit helemaal leeg te trekken. En mijn ervaring is dat de ene neusstrip echt niet de andere is. Dus de ene keer werken ze wel goed, de andere keer niet. Deze van Bioré en dan met name deze van de Houseskull lijn. Die zijn echt super krachtig, die werken altijd en trekken echt
alles uit je neus. Dus dit zijn echt de diepe reinigende poriestrips. En dus deze zijn heel erg fijn voor als je echt veel vuil erin hebt zitten. Mocht je nou iets minder hebben, dan heb je ook nog de normalere strips. Ja, dat zijn deze. En dus als je iets minder last hebt van die poriverstoppingen rondom je neus, hebben ze ook de diep poriereinigende combi strips. En het leuke aan deze is dat je de strips hebt voor op je neus, maar er zit ook nog een soort van rechte strip bij. En die kan je op andere plekken van je gezicht aanbrengen. Dus denk aan je voorhoofd of misschien wel op je kin. Dus dat is wel heel erg leuk om daar ook nog wat extra plekjes onder handen te nemen. Nou, jullie weten waarschijnlijk wel hoe het werkt, maar we gaan nog eventjes laten zien. We maken eerst onze neus een klein beetje nat met wat water. Want op die manier hecht de strip gewoon een stuk beter. En daarna plak je de strip dus over je neus heen. Of ook nog op je voorhoofd of op je kaaklijn als je daar een strip wil aanbrengen. En dan moet je zo'n 15 minuutjes wachten ongeveer. Totdat die strip echt keihard wordt. Nou, zijn we alweer hard. Laten we ze eraf halen. Ze voelen echt net zo hard als papier mache. Mm-hmm. Echt heel hard. Echt veel. Ik ga het niet laten zien, maar het is schoon. Nou, nogmaals, dit trekt echt al het vuil uit je neus of uit je poriën waar je hem ook plakt. En het is wel echt heel erg chill. We gebruiken hem dus niet heel erg vaak. Maar eens in de zoveel tijd is het wel lekker om je even extra schoon te voelen. Nou, een ander product wat ik echt zie als een extraatje is dit zelfverwarmende One Minute Masker. En deze komt uit de houtskoollijn, dus voor de normale tot vette huid. En ik denk dat dit wel echt een favorietje van mij is. Want het is gewoon super grappig eigenlijk. In één zo'n pakje zitten 4 sachetjes. En één zo'n sachetje is genoeg voor je hele gezicht. Deze kan je gewoon heel makkelijk openscheuren. Het is me zelfs gelukt onder de douche trouwens. Dus het is echt heel erg makkelijk. Dan breng je het masker aan op je hele gezicht. En deze masseer je echt goed in. Nou, door dit masker echt in je huid te masseren, dan wordt hij warmer. En hoe je hem nog warmer kunt krijgen, is door wat water toe te voegen. En dan wordt hij dus nog warmer. Daarom vind ik dit echt een heel lekker masker voor onder de douche. Nou, daarna pak ik een washandje en haal ik het masker van mijn gezicht. En als je onder de douche staat, kan je natuurlijk heel makkelijk de afwassen. En daarna voelt je huid echt super lekker fris. Het tintelt ook een klein beetje. En dan met tintelen bedoel ik dat het echt fris aanvoelt. Ik weet niet zo goed hoe ik moet uitleggen. Het is gewoon echt licht tintelend. En ik vind dit ook wel echt een heel fijn product trouwens om te gebruiken als je een beetje moe voelt of een beetje brak. Omdat het dus eerst lekker warm wordt en dan ineens heel fris. Dus je bent gewoon in één klap helemaal wakker. En het fijne is dat je hem dus maar 1 minuut op je gezicht hoeft te laten zitten. Dus je hoeft niet een kwartier lang in de douche te staan als je hem onder je douche wil gebruiken. En omdat dit masker dus warm wordt, dat is echt een heel grappig gevoel. Ik zou eigenlijk gewoon zeggen van haal het product en probeer het. Want je moet het echt een keer voelen. Dan opent je poriën en de talg smelt er dan in en het lost op en daarna veeg je het weg en weer echt super clean. Nou, deze producten hebben we dus al een half jaar in gebruik en ik merkte voornamelijk op het begin, echt na de eerste week, ik weet niet zeker of het gewoon illusie was of dat het echt zo was, had ik het idee dat ik iets meer onzuiverheden kreeg. En ik denk dat het komt omdat houtskool dus het vuil uit je poriën trekt, dus dan heb je er eerst wat meer last van en daarna juist een stuk minder. Dus ik heb wel echt het idee dat houtskool echt zijn werking heeft gedaan, voor mij in ieder geval wel. Ja, en ik vond het ook heel erg fijn om mijn lijn te gebruiken. Ik heb wel eens in het verleden gehad dat producten best wel heftig waren. Of dat mijn huid een beetje in vuur en vlam stond. Dat ik echt een rood zag. Maar ik heb geen één keer dat gevoel gehad of dat gezien op mijn huid. Dus ik ben ook heel erg tevreden over wat het voor mijn huid heeft gedaan. We zijn heel erg benieuwd wat voor soort huid jij hebt. Lijkt je huid meer op die van Tara of lijkt die misschien meer op die van mij? En mocht je nou ook deze producten willen aanschaffen, zijn gewoon te koop bij de bekende drogisterijen. Denk aan Trekpleister, Kruidvat, Ethos. En check ook eventjes de officiële website van BRE voor meer informatie. En we zullen ook eventjes het een en ander in de beschrijving onder deze video zetten. We hopen dat jullie wat hebben gehad aan deze onzuiverhedenroutine. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.